één plaatje zegt meer dan 1000 woorden. En dat is misschien een beetje overdreven, maar het illustreert wel de kracht van bijvoorbeeld een mooie of goede foto. Zaterdagmiddag verzamelde zich een handvol fotografen van het Fotocafé om de 500 jaar oude en jarige grote kerk vast te leggen. Voor inspiratie werd, zoals dat vaak gebeurt, nog even naar de oude meesters gekeken. Alle fotografen die hier aanwezig zijn nu, die gaan geïnspireerd door wat hier hangt in het Stedelijk Museum aan fotografie en schilderijen. Dat is hun inspiratiebron om zo meteen naar buiten te gaan en in Alkmaar foto's te maken die ingezouden kunnen worden voor de 500 jaar grote kerk. Ze gaan 3 foto's maken, misschien wel 4. Ze gaan de eerste prijs maken, de tweede prijs, de derde prijs en de publieksprijs. Dus ze kunnen op 3 manieren gaan fotograferen. Het thema van perspectief van de grote kerk. De grote kerk ziet en zag alles. Ja, die reflecties zijn wel mooi, maar ik wil eigenlijk die grote kerken niet op. Sommigen zullen het met een mobieltje doen. Een ander doet het met zo'n heel grote camera met statief en zo. Het gaat er niet om met wat je het fotografeert? Nee. Ik heb bewust, kijk, klein cameraatje. Daar ga ik het in ieder geval mee proberen vanmiddag. Hebben jullie al een beetje een idee van wat voor foto's jullie gaan maken? Op dit moment nog geen enkel. Nee, het zullen wel koude foto's worden. Dat vermoed ik wel. Alleen dat is natuurlijk niet te zien op de foto. Maar ik denk wel dat het koud wordt. Met veel wind? Ook nog. Dus het wordt een lastige opdracht, denken wij. Maar het kan dus ook heel simpel zijn misschien. Ja, nou, ik denk ook eigenlijk dat je het heel simpel moet houden. Dat het dan iedereen aanspreekt. En die verborgen boodschappen en dat soort dingen, dat moet je er allemaal niet in doen. Het moet gewoon een mooi plaatje worden.